Game of Thrones. Sommigen noemen het softporno en anderen vinden de actie geweldig. Maar één ding is zeker. De serie brengt fantasieën tot leven en is populairder dan ooit. Vandaag in de Westergasfabriek wordt de tentoonstelling geopend. Could you describe Game of Thrones in 10 seconds? It is the greatest show in the history of television. I only needed four. Het is een variant op de meest lugubere, bloederige drama's uit onze historie. Met een soapachtig twistje. Game of Thrones is een fantasy rollercoaster met fantastische kostuums en hele knappe, toch vreemde acteurs. Who is your favorite character in the series? At the moment, it's Theon Greyjoy. Reek is my favorite character because, Alfie's a good friend, and also I just think his performance is magnetic and dynamic and powerful and just fantastic. So he's my favorite character at the moment. Yeah, Jon Snow. Yeah, who else? Yeah. Waar kijkt u naar uit? Ik heb een stukje of een dingetje gezien van dat je zo'n bril op kan en dat je dan die hele enge, die ijs, die hoop ik wel tegen te komen vanavond. There's an Oculus Rift thing about going up on the wall. That's, if you can do it, go and do it. It's incredible. Lannister. Baratheon. Stark. Tyrell. They're all just spokes on a wheel. De Game of Thrones tentoonstelling is ingedeeld aan de hand van vooraf ingedeelde tijdvakken. Jij kan op zondag 31 mei nog naar de Westergasfabriek komen op de basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. This one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel.